Hallo en welkom, Ik heb nog een goede start ook. zijn we hier op bol? Nee, want dat was practice. Practice was ik één. Oh, daar gaat iemand finaal de mist in. Achterin is ook iemand gecrashed, zagen we in de spiegel. Ik Waarom sta op onderbreken? P5 en hoeveel start ik eigenlijk? Tiende of zo, geen idee. P4. Gaat weer iemand af. Te wijd al die mensen. Maar nu zit ik aan de buitenkant. Ik kan Oh, hier er gaat eerste achter je. worden. Oh, die wordt ingehaald. Dat was leuk om in te kijken in de spiegel. Oh, hij gaat Nee, die erop. gaat volle bak eraf. Je kan beter eerder remmen dan te laat remmen, natuurlijk. Robin is opgestapt naar P3. Podiumplek te pakken. Nu laat hij de remmen. Pionnetjes. Nummer 1. Oh, nummer 2. Gaat over het grind. Gaat het nog een keer doen. Nou, ik ben gewoon bezig deze keer, maar hier veel meer snelheid verloren. Je slipstream, maar hier is geen plek om in te halen. Dat weet Robin van der Brink. Maar waar kan hij dan in halen? Gaat hij het proberen? Niet achter de Audi. Beter vroeg dan laat, maar hij heeft een goede rem hoor. Nummer 2. Dat is wel een beetje wijd daar. Maar wat ben ik nu aan de binnenkant? Hij kan daar langs. Hij is daar langs. Max. Wat ben ik rent eerder. Maar hij heeft een goede bocht gehaald. Hij gaat naar buiten. En Roman Brink is langs de Audi R8. Kan ik naar die nummer 1 toe? Vijf ronden maar liefst hier op Spa-Francorchamps. Dat is lang. En er rijdt een auto. Er rijdt een auto. Achter. En ik krijg 5 seconden. Hier kan ik niks aan doen. Snel, Oh, snel, degene snel. achter is gecrashed. Die De Audi Audi. R8. Maar hier komt iemand aan. Ja, ik ga hem maar niet tegenhouden. Wat rolde die? Traag het langzaam naar achteren. Maar wat was het moeilijk in te schatten? Waarom ben ik rijden later dan Psylos? Hij gooit de deur dicht. Oh, nummer 1 maakt een fout. Nou, hij De maakt niet de fouten. McLaren's. 1 en 2, de Aston Martin. Ik erachter en wil profiteren. En wil hier eerste worden natuurlijk. Silo staat voor hem en nummer 1 rijdt heel solide de hele wedstrijd al. Met net één foutje. Een buitje maar. Maar hier gaat de nummer 1 al erg naar buiten. En Silo's rijdt er nu toch goed, maar. Hoe van dan ben ik hier in de slipstream als we deze bocht waar je snel verremd ingaat. Maar Silo's gaat wel een beetje naar buiten. Dus Robin kan hier nu de binnenkant pakken. Dan gaat hij hem pakken. Ja, Robin heeft hem hier te pakken. In. Poeh. Oh. Nee, toch? Ik weet het echt niet meer. Volgens mij wel. Nummer 1 begint een beetje Willy Wonka eruit te zien. Hij gaat heen en weer slingeren van been naar keer. Kijk hoeveel mensen achter ons zitten. Eigenlijk nog een enorme grote groep. En ik rij daar tweede. En kan hier eerste worden. Met nog veel ronden te gaan. Achter deze McLaren. Langs man. McLaren Blasimo. gaat erg naar buiten hoor. Maar dat maakt niet uit. Uitloopstrook. Kan Robin goed remmen. Rent laat, maar goed. Wat kan die doen als we de In eerste de bocht. sandwich van de McLaren's. De laatste bocht die eigenlijk. Van Spa ingaan. Rent weer later op van de Brink. Zet hem hier daarnaast bij de McLaren, maar. Oh! Klein toucheetje Touché. daar. McLaren heeft natuurlijk betere uitacceleratie. En er is nog Er steeds een staat gele iemand op de vlag. baan. Er staat. Oh, hij is weg, hij is weg. Oh, hij neemt onroerend goed.
Zitten jullie helemaal bij de touché? Oh! 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 Nee. Hij knijpt je af, Robin. Lul. Wie is dat? En nummer 3 komt ook steeds tegen. Damien Shep. Zit voor hem. Oh, ik probeer het later te remmen, maar dat kan niet. Oh, hij gaat later. Ja, hij dwingt me gewoon naar buiten. Nu heb ik hem, nu heb ik hem. Nu heeft hij hem. Ja, ja. Maar nu komt hij terug. De cutback. Nummer 3 zit er heel dichtbij, Robin. Oh, dit doet goed. Nummer 3 zit daar te loeren naar de boeren. Wat een gevecht tussen Rob Willembeek en Damien Shep. Nummer 3 maakt klein foutje, is nu een beetje uit de strijd. Wordt achtervolgd. Willembeek probeert hier aan de binnenkant, maar dat lukt niet. Robin van den Brink gaat een beetje naar buiten hier. Damien Shep nog steeds voor hem. Robin van den Brink weet dat hij sneller is. Maar hoe kan hij er langs? Hij heeft die laat. Damien Shep gaat naar buiten. Damien Shep gaat de gas op. Robin van den Brink. Hier in de uitacceleratie. Zit er dichtbij. Moet zijn kalm houden. Moet goed rijden. Als hij een foutje maakt heeft, moet Robin van den Brink hem hebben. Zijn aars moet openstaan. Wat? Wat een gevecht hier, dames en heren. Ik zit aan de buitenkant en daar beukt me. Klein douchetje daar. Maar dan wacht. Nummer 3 komt dichter en dichterbij. Damien Shep nu achteraan. Ja, Sonnebrink kijkt hier in de spiegel. Nu moet ik weg zien te rijden. Damien Shep gaat weer naar buiten in blond limon. 2 en 3. Oh, dat is een gevecht hoor. En ze remmen allebei te laat. Ze remmen allebei te laat. En ze lopen te klooien nu. En nu kan ik wegrijden. Na een zinderend gevecht. Je weg. En daar heeft Robin 3 laps geduurd. Maar P1 start ergens van P7 of iets. Nu maakt Robin een fout. Moet wegrijden. 2 en 3 zit in een gevecht tussen. Dan zou het een schitterende overwinning zijn hoor. Opgebouwd, heel netjes, gewacht op de fouten van andere mensen. Zitten naast elkaar, daar gaan nu roes in. Robin breidt zijn voorsprong uit. Oh, volgens mij hebben ze allebei een pedal. Eén iemand is gecrashed. Ze zijn met z'n drieën nu daar. Ja, één iemand was gecrashed. Robin dan moet letten op zijn race. En zijn pace. Zijn race pace. Wist dat hij sneller was. Was de snelste in practice. Maar dan moet je het wel doen, hè. Van P10 of zo. Ik weet nog steeds niet welke plek ik startte. Maar niet vooraan in ieder geval. En ik kwam op een roes. Was ik 5 of zo. Toen naar P4 gemakkelijk. En toen begon het gevecht. En kwam ik eigenlijk al vrij snel naar P3. Maar die laatste twee waren erg moeilijk. En vooral P1. Zo, wat een knijterhard gevecht was dat. Iemand die niemand voorbij wou laten. En dat is hem helaas niet gelukt. Gelukkig maar niet gelukt. Want hij beukte me nog een beetje. Hij wist dat het gedaan was. Wist dat hij niet kon terugpakken op het rechte stuk natuurlijk. En dan is het eigenlijk vanaf nu een saaie race. En kunnen we dit deel doorspoelen. In het filmpje, want deze gaat wel op YouTube. Maar ik ben nog niet los hoor. Ik heb het gevoel dat er een snellere deelnemer voorbij de nummer 2 is voorbij de nummer 2 is gegaan. Ja. Hoe we dat nog niet los, ziet eigenlijk niemand meer in zijn spiegels. Maar iemand zit wel te loeren hoor. Op een foutje. Okay, ja, dat is een. Nu zien we minstens spiegels. Dat is Tully 007. Die stond 5e ongeveer. Die is dus snel. Ja. Die was niet de mannen van 1 of 2. Die zijn waarschijnlijk gekregen. Hij is weer. Hij gaat omhoog. Hij komt dichter en dichter bij Robin van den Brink hier. Tully 007. Met nog 1 ronde te gaan. Tully zit er dichtbij. En dan moment de snelste race ronde met de 2, 21, 8. Nee. Ik moet nu echt een kwalificatie rondje gaan neerzetten. Want als hij er eenmaal bij zit, dan kan het fataal aflopen.
Wat als je een breaktest van 25 over? Nou. Oh. Net als bij een snellere ronde dan in practice. Dat kan best. Maar stuur die 0 en 7 zitten er 3 seconden van bij. Je gaat kijken. Want daaronder zie je of die inloopt of niet. Dan kijk ik maar. Ik ben nu om 3,1. En Robin rijdt een zijn er race ronde vorige keer. Oh, Robin is checker 2 en dan boel, niet zo heel goed. Maar stuur die 0-7 zitten nog steeds rond die 3 seconden mark. Daar komt hij niet voorbij hoor, die stuur die 0-7. Zijn we dan even snel is de vraag. En zat hij op 3,4 nu. Kijk wat voor rondetijd ik rij. 17e sneller. Oh, een 2,21,8. Ja. Dus ik rij wel echt beduidend sneller. En zat Studie 0,7 eigenlijk op de. Zat soms op de 3,4. Maar nu zit hij. Breekt hij in de 3 seconden. Maar dit is de laatste ronde eigenlijk. En Robin heeft hij gewonnen. Behalve als hij een fatale crash maakt, heeft hij gewonnen. En nee, deze begon gewoon goed. En rijdt ook een hele goede raceronde. Hij is ongeveer. Hij is wel iets dichterbij gekomen. Maar niet genoeg. 2,8. Maar er zal nog heel veel ronden duren voordat hij hier. Dichterbij zit. Robin van der Brink wint de Grand Prix na een geweldig gevecht. Wint hij hier de wedstrijd op Spa. Francorchamps. Stuur je nummer 7. 1 keer.